daar hartelijk goedemiddag. Het is even over de klok van 12 uur en u bent verbonden met de kantine van Radio Ridderkerk, waar we het uurtje Politiek Café gaan vullen. Vandaag met vandaag de volgende fracties aangeschoven. 18 plus, welkom Henk. Ja. D66 GroenLinks, we hebben de VVD, we hebben Leefbaar Ridderkerk, we hebben Echt voor Ridderkerk, we hebben de ChristenUnie, we hebben het CDA en de SGP en de Partij van de Arbeid. Die is er vandaag nog niet. Misschien dat die nog gaan komen, maar die zijn natuurlijk druk bezig op het Koningsplein, want dat zal het zijn. Ja, met de koek en de zopie. Het begint altijd met een vragenuur. Henk, een vraag ook van jou op weer een vraag van Jeroen Rijsdijk van de Partij van de Arbeid over de loods. Ja, klopt ja. Wij waren bij de vergadering van de jongerenraad aanwezig. En daar begrepen wij dat toegang tot het oud- en nieuwfeest wat normaal in de fakkel gehouden wordt niet meer gratis is. Daar hadden wij een vraag over. En dat het kaartverkoop alleen online is en dat het ook niet meer aan de deur is. Dus daar waren wij benieuwd naar. En er is een biometrisch toegangssysteem op donderdag, vrijdag en zaterdagavond. En de burgemeester gaf aan dat zij op vrijdag was geweest. Dus er kwam gelijk de vraag op of zij gebruik heeft gemaakt van het biometrisch systeem. En dat was niet het geval. Nee. Precies, want dat biometrisch systeem, daar zit wat omheen. Dat mag eigenlijk officieel niet volgens mij. Nee, klopt. Onze fractie heeft contact gehad met de autoriteit persoonsgegevens. Daar hebben wij het neergelegd dat er een biometrisch toegangssysteem bij de loods is. En die waren daar zeer verbaasd over en gaven aan dat dat niet mocht en dat er een onderzoek naar komt. Wij hebben uiteraard ook Sport en Welzijn daarover geïnformeerd en aangegeven. Joh, zoek even uit wat rechtelijk mag met zo'n biometrisch toegangssysteem voordat er een fikse boete opgelegd wordt door de autoriteit. Een vraag van Leefbaar over het vuurwerkvrije zone. Ja, zoals jullie wel weten is Leefbaar echt voor dit soort zaken die behouden worden opgenomen. Vorig jaar en het jaar daarvoor, ik geloof twee jaar geleden, hebben we het al eerder vragen over gesteld. Maar we vragen elk jaar weer aandacht voor dit probleem. Het vuurwerk is heel in Nederland heel hot item natuurlijk van vuurwerkvrije zones. Maar er komen steeds meer groeperingen bij. Wel, collega Kaaie Doe die geeft wel aan van de hulphonden is ook weer zoiets. Van een aantal mensen hebben zo'n hulphond. Nou, die raken helemaal verslag waarschijnlijk. Dus wees daar alert op. En ook wat betreft het afsteken van buiten de tijd om. Wij willen gewoon dat daar gewoon gehandhaafd wordt als dat nodig is. Ja, en dat was het enige antwoord wat de burgemeester kon geven. In dit geval van ja, dat doen we. Ja, dus. En ik weet dat het gewoon moeilijk is. Want je ziet, let maar op, vanaf 30 december wordt er al permanent geknald. 24 uur denk je, je zou wel 1000 agenten of handhavers kunnen toepassen. Dat gaat ook niet werken. Maar probeer wel in die gebieden waar wij bijvoorbeeld dierenverzorgings, dat soort dingen. Dat er daar in de omgeving wel mensen hebben lopen. Ja, en er was nog een berichtje in de plaatselijke pers verschenen dat er een vuurwerkfeestje zou zijn in het Lohmanpark. Ja, nou, die hebben dus al van tevoren de antwoord gegeven dat ze dat niet kunnen doen. Er wordt geen vergunning voor verstrekt, dus dat is afgeblazen. Ja, en het was nog sterker. Zij hebben geflyerd in de Wijk West. Het bedrijf wat het vuurwerk verkoopt in Wijk West, dat daar zijn opslag heeft. En zij hebben helemaal geen vergunning aangevraagd. Het is niet eens dat de vergunning geweigerd is. Ze hebben het gewoon aangekondigd in de wijk. We hebben een vuurwerkshow vrijdagavond in het Lohmanpark zonder vergunning aan te vragen. En ik denk toch als daar niemand alert op had geweest, dat wij kregen de signalen vanuit Wijkoverleg West, dat daar misschien toch wellicht iets opgezet was. Ja. Over de hele situatie in en rondom het Rijenpark. Wie van jullie mag ik daar als eerste het woord over geven? Nou, dan wil ik wel beginnen. Dames gaan voor en ik ben de enige vandaag. Zoek ze allemaal maar uit. Het plan voor de KCR is. De KCR heeft natuurlijk al een hele tijd gelobbyd voor de uitbreiding en voor een nieuwe hal. En in die zin is het gewoon goed dat daar wat aan gedaan wordt. Maar zoals het plan nu gaat, wij noemden het door met stoom en hoge druk door de raad heen persen. Collega Ros merkte al op dat het iets met de verkiezingen te maken zou kunnen hebben. Dat speelde ook bij ons door het hoofd. Nu moet alles naast elkaar lopen. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden voor de bouw van de hal in het Rijerpark. En dat wordt tegelijkertijd opgestart met de bouwprocedure. Dan zijn er allerlei mensen die aangeven, ja, maar dat kan allemaal, dat gebeurt meer. Maar als op een gegeven moment de bouwplannen gereed zijn en mensen komen met een zienswijze op het bestemmingsplan, dan krijg je het idee van, nou, die zienswijzen worden misschien wel bij voorhand al afgewezen, want anders stagneert dat de bouw. Of je hebt mensen die zeggen, nou ja, eigenlijk wil ik wel graag een zienswijze indienen, maar laat ik niet dwars liggen. Dus gewoon helemaal niet open en transparant en eerlijk naar de burgers toe. En als je dan het agendapunt daarna participatie hebt, dan vind ik dat een aardige contradictie. Ja, ik wil wel even op reageren, want wat mij nu wel opvalt in de woorden van mevrouw Van Nes is dat er
Nu wordt gezegd van dat het college veel te gehaast aan de slag gaat. En terwijl we bij andere plannen steeds horen zeggen van... nee, en er moet eens een keertje vaart gemaakt worden. Ja, als het gaat om de gebiedsvisie, PC Hoofdpark bijvoorbeeld... dan zegt nee, dat is toch niet zo moeilijk. Dat heb je, in een paar maanden heb je dat toch wel voor elkaar. En laten we nou vooral vaart maken. En ik denk dat het college op dit moment en op dit voorstel... heel voortvarend aan de slag is. En dat we een goed plan hebben voorgedragen gekregen. Waarin alle partijen die er deel van uitmaken, de sportverenigingen en de scholen die op dat gebied zitten, goede inspraak hebben gehad. En met elkaar er op een prima manier zijn uitgekomen. We hebben dat ook teruggehoord via de inspreekbijdrage van de sportverenigingen. Die zijn er allemaal blij mee met het voorstel zoals het er nu voor ligt. En dan denk ik van nou, laten we daar als raad ook voor gaan. Ik heb even op inbreken, want... er wordt nu gezegd van ja, de partijen willen altijd dat de snelheid betracht wordt. Nou, daar is de VVD absoluut een groot voorstander van. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee alles maar terzijde moet schuiven. Als je snelheid wilt betrachten is dat prima, maar wel binnen de wettelijke kaders. Maar er is bij niemand... een goede financiële onderbouwing. En net als met een bestemmingsplanwijziging. Het is al een hele tijd bekend dat daar een sporthal... dat we dat we graag bedacht, willen. Bedacht, nou, dan had je die bestemmingsplanwijziging ook al 3 maanden geleden... in de stijgers kunnen zetten. Dus wat dat betreft, nou, denk ik dat die snelheid hier nou, wordt gehanteerd. U weet dat het de afgelopen periode hard is gaan gewerkt om het plan daar van de grond te krijgen. En waar zet je dan exact die sporthal neer? Het staat los van een bestemmingsplanwijziging als je weet dat je er een sporthal wil bouwen. Ja, ja, ja. Die sporthal die moet er toch gebouwd worden. Ja. Hè? Dat is al eigenlijk besloten met het IAP. En dan zeg ik van, nou, als we dan snelheid willen betrachten, dan had die bestemmingsplanwijziging er al kunnen zijn. Want ja, men gaat naar een flexibel bestemmingsplan. Dat betekent dat men ook nog aanpassingen kan doen gedurende het proces. Nogmaals, dat bestemmingsplan had 2 maanden geleden ook dan al kunnen zijn. Kan ik nu alweer verwachten dat ik de VVD dan weer had gehoord van... ja, nu gaan we alvast een bestemmingsplan in gang zetten... terwijl nog steeds de uitkomsten van de plan bekend zijn. Ik ben blij dat de ChristenUnie weet wat de VVD gaat zeggen. Lijkt me nogal voorbarig. Meestal is het wel de normale gang van zaken dat je vraagt wat de VVD dan had gedacht. En niet al voor hun te praten. Als de planwijziging begint, moet je eerst wel helder hebben hoe de bestemming er straks uit komt te zien. En feitelijk is de bestemmingsplanwijziging straks gaat alleen maar over het te bebouwen oppervlak. Wat vergroot moet worden. En dan moet je natuurlijk voordat je aangeeft wat je wil wijzigen, moet je wel weten wat je wil wijzigen. Nu is er een plan voorgelegd. Er is met een hele hoop partijen over gesproken. Daar is iedereen het over eens. Daar heeft nu ook van de Raad van gezegd dat vinden we een goed idee. Dan is een logische volgende stap dat nu we weten hoe het wil worden. De bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang wordt gezet. En dat gaat straks als blijkt. Ik bedoel, iedereen heeft straks zijn wettelijke inspraakmogelijkheden. Mensen kunnen inspreken, er wordt mee gedaan. Parallel daarvan daar wordt straks... Daar wordt dan dus niets meer mee gedaan. Nee, dat is precies onze zorg. Dat kunnen wij stellen omdat alles al in gang gezet wordt en dat er al een sporthal komt. En ik vraag me dan af, stel dat er straks... een kwart van onze bewoners zegt, we willen daar geen sporthal om wat voor reden ook. Maar daar gaat het niet over. En dat dat niet mogelijk is om wat voor reden dan ook, omdat daar men een andere zienswijze op heeft. Dan denk ik dat als we alles al in gang gezet hebben, onder andere de voorbereiding en de uitvoering, dat je tegen die mensen moet zeggen, mooie zienswijze, maar we doen er niks mee. Maar de bestemming laat al een sporthal toe. Het gaat alleen om de grootte van de oppervlakte. En dat is het enige waar mensen op kunnen inspreken straks. En bedoel, de partijen waar het nu om gaat, die geven allemaal aan dat ze er ontzettend blij mee zijn met wat er komt. En natuurlijk kunnen de bewoners van de wijk West straks inspreken. En iedereen kan inspreken. Maar ik denk dat we ook een reëel beeld moeten hebben. De bewoning van de wijk West houdt aan de Kastanjelaan op. Dan komt er een farel, dan komt er nog een stuk bestaande sport. En dan komen... Dus het ligt ook een heel eind buiten de bebouwing waar mensen nu wonen. Dat laat onverlet dat iedereen op in kan spreken. Dat laat dat er een bestemmingsplanwijziging komt. Dat ondertussen worden er plannen gemaakt. Als straks blijkt dat in de bestemmingsplanwijziging er reële argumenten worden aangedragen waardoor het anders moet, dan betekent dat onverlet weer dat ook de plannen iets wat aangepast moeten worden. Want er gebeurt ook nog helemaal niks in de uitvoering. Daar hebben wij wel een besluit over genomen. Het gaat namelijk om de voorbereidingshandelingen en het uitvoeren. Ja. En als dat raadsvoorstel nu anders was geweest, waarbij we hadden gezegd, geeft de raad toestemming of gaat men akkoord met voorbereidingshandelingen, zoals een bestemmingsplan, haalbaarheid, KCR of ze inderdaad een hypotheek kunnen krijgen waar we garant voor kunnen staan. En als dan had gezegd van nou, er komt een tweede raadsbesluit met voor de uitvoering. Of wat mij betreft in één dat in dit raadsvoorstel had gestaan. Eerst de voorbereidingshandelingen en als aan die en die voorwaarden is voldaan. Dan vragen wij aan de raad of dat we gelijk aan één stuk door met de uitvoering mogen beginnen. Dan was het helder geweest. Nu zegt de wethouder,
U moet ons maar vertrouwen dat wij niet met uitvoering beginnen voordat alles geregeld is. Waarom niet gewoon gezegd, wij wachten even tot het bestemmingsplan klaar is. En dan gaan we over met de uitvoering als aan al die voorwaarden is voldaan. Er wordt niet met de uitvoering begonnen voordat aan het bestemmingsplan vereisten zijn voldaan. Dat staat niet in het raadsplan. Dat staat uitvoering en voorbereiding. Ja, daar wordt toestemming voor gegeven. Maar uiteraard wordt door de raad wel vaker toestemming voor gegeven. Waarna het college dat volgens de formele vereisten en de wettelijke kaders daarna gaat uitvoeren. Ja, en dat gaat nu niet anders zijn. Nou, en u doet nu net suggereren of het college straks aan alle kanten de wettelijke kaders aan zijn laars gaat lappen. Nee, dat zeggen wij niet. Ja, dat zegt u wel. Die mogelijkheid bestaat. Ja. Dat is wat anders dus dan wat zegt, wij zeggen dat ze dat doen. Nee, maar u laat dus de mogelijkheid open dat dat gebeurt en dat is een beetje... Nee, wij laten die mogelijkheid juist niet open. Jawel, dat laat u wel open. Nee, want het college zegt dat ze het niet doen en u zegt dat ze het misschien wel doen. Ja, omdat ik mij moet baseren op het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Ja. En dat ik niet alleen maar hoef af te gaan op wat het college zegt. Het is namelijk mijn taak om ervoor te zorgen dat de kaders helder zijn en dat de wettelijke procedures gevolgd moeten worden. Die wij ook kunnen monitoren. Die zijn ook helder, van in het raadsbesluit. Dat wel degelijk. Dat er straks eerst een bestemmingsplanwijziging moet doorlopen worden. De VVD gaf donderdag nog even aan het begrip uitvoeren. Hè. U zegt van als het woordje uitvoeren eruit gaan, dan kunnen wij eerder instemmen. Nou, daar ben ik weer. Laat ik even uitpraten. Ja, maar dat is niet helemaal. Het woord uitvoeren is voor een begrip. Ik zit zelf in dat wereldje. Op het moment dat je gaat sonderen, ben je al bezig met de uitvoering, maar ben je dan niet met het bouwen van. En dat zijn allemaal dingen die gelijk parallel kunnen lopen met het ontwerp voor keuze bestemmingsplan. Dat zijn een aantal dingen die kan je gaan voorbereiden. En dat noemt de ene misschien uitvoeren. Maar dat wethouder zegt, en ik heb het ook nog gehad, daar ga ik geen spadegrond in voordat alles rond is. Nee, dat zou ook wel heel erg zijn. Ja, ja. Wat dan een puntje aansnijden. Waarom wij, volgens mij de VVD had dat die bedenkingen ook en meerdere partijen. Het plan kost heel veel geld. En het gaat niet om of het de korfbal is of de voetbal of wat dan ook. Maar het plan kost heel veel geld. Alles bij elkaar een 5 miljoen euro. Hoe dat betaald wordt, dat was eigenlijk ons grootste bezwaar. Het wordt betaald uit mogelijke overschotten die we van het Rijk zouden kunnen krijgen. En dat was eigenlijk ons grootste bezwaar. Dus de betaling die is niet helemaal duidelijk. En ten tweede is het dat er niet een totaalvisie achter ligt. We zijn nu bezig met de toekomst van Ridderkerk. Dat heet een toekomstvisie. We zijn een beeld aan het vormen met allemaal raadsleden, met bewoners, met iedereen erbij. Van wat we in de komende 20, 30 jaar met Ridderkerk willen. Dus dat is het IAP, hè? Een toekomstvisie. Okay. Dat is over het totaal, dus een stip op de horizon. Als je dan zegt, van, nou, wij willen als Ridderkerk volop inzetten op sport, dan is dit een uitvloeisel ervan. Als je al zegt, van, joh, wij willen topsport, korfbal, weet ik veel, dan is het belangrijk dat er een bepaalde accommodaties daarbij komen. Maar willen we bijvoorbeeld juist op hele andere gebieden inzetten, dan is dit geen logische keuze. Dus het is eigenlijk een beetje een voorbarig iets dat je nu al zegt van joh, we gaan de mogelijke overschotten gaan we gebruiken voor in dit geval een sportaccommodaties, waardoor je eigenlijk andere zaken alweer uitsluit. Dus dat was eigenlijk onze twee bezwaren. En nog een onderwerp, de vaststelling belastingverordeningen, tarieven. En toen dacht ik, toen ik dat las van nou, dat kan nooit zo ingewikkeld zijn. Dat moet nooit zo lang zijn. Tot mijn verbazing liggen er dan een motie en 3 amendementen voor mijn neus. Henk, ik geef gewoon jou het woord. Want... Ja, ik neem wel erg veel tijd in beslag. Maar misschien is dat ook omdat ik heel weinig aanwezig ben bij de uitzending. Ja. Nee, dat klopt. Geniet van deze 5 minuten. Dankjewel. Nee, inderdaad, amendementen. Partij 18 Plus had met de gedachte om het gebruikersgedeelte, het eigenaardige gedeelte van het heffen van OZB op niet-woningen, dus kantoorpanden, winkels en dergelijke, te bundelen tot 1 tarief. Omdat wij de vraag hadden gesteld aan het college, wat zijn de extra opbrengsten voor Ridderkerk als je dat zou doen? Het antwoord was daarop ruim 140.000 euro structureel per jaar. Dus wij dachten, nou, dat is een mooie bonus. En tegelijkertijd willen wij de parkeertarieven verlagen. Dus daar hebben we ook een amendement voor ingediend om die 140.000 daar weer uit te geven van 1,10 euro en 65 cent per uur. En nu blijkt dat de gemeente Rijswijk dit al eerder door heeft gevoerd per 1 januari 2016. En wij hebben de ambtenaren die daarmee belast waren met de uitvoering daarvan gesproken in Rijswijk. En die waren erg content met de manier waarop dit geruisloos ingevoerd was. Dus eigenlijk dachten wij, nou, dit is een inkoppertje. Dat wordt breed gesteund door deze raad. Ook met de achterliggende gedachte dat een jaar geleden de verordening BIS Dillenburgplein breed ondersteund is. Daar worden ook vastgoedeigenaren en gebruikers belast en wellicht tegen hun zin in met de jaarlijkse kosten van honderden euro's. Maar helaas mocht het alleen op steun voor partij A18 Plus rekenen en heeft het niet gehaald. Maar we staan achter het idee
om dit ooit nog een keer in te voeren. Erik, kijk, jouw verbazing die heeft mij in het voortraject ook wel enigszins... heeft zich bij mij ook wel enigszins voorgedaan. Vanwege het feit al dat we in november hebben we een begrotingsraad. En dan spreken we met elkaar over het beleid. Ik bedoel, daar zijn deze percentages ook één op één voorgekomen. Die waren toen niet anders. De vaststelling in december is vaak meestal puur een technische vaststelling van het beleid wat we in een eerder stadium hebben. Dus de hele discussie had volgens mij dan ook veel beter tijdens de begrotingsbehandeling in november gevoerd kunnen worden. Want dan gaan we erover. En wat we nu feitelijk doen is dat we het toen blijkbaar dan gemist hebben of hebben geparkeerd. En dat we het nu, want eigenlijk doen we het gewoon nog een keer over. Want de heer Van Os heeft toen iets geprobeerd met parkeren. Dat is toen niet gelukt. En de heer Van Os die doet nu als het ware een maand later hetzelfde nog een keer via een omweg. Wij zeggen dan ook van feitelijk moet je de inhoudelijke discussie voer je tijdens de begrotingsraad. Dat moet je dan niet een maand later weer een keer over gaan doen. Ik bedoel, volgend jaar hebben we dat weer. Natuurlijk staat het iedereen vrij om amendementen in te dienen. Maar het is wel ook in deze raad een beetje gebruikelijk dat we in november de inhoudelijke discussie met elkaar voeren. Daarbij komt nu ook nog eens een keer dat de wethouder destijds over het parkeer heeft gezegd. Ik ben met alle ondernemers in gesprek. Er komt in het voorjaar komt er een voorstel. Wachten jullie daar nu op? Nou, dat is toen volgens mij wel breed gesteund. Dan zeg ik ook van ja, dan moet je niet een maand later weer met een volgend voorstel komen. Wacht dan eerst even waar de wethouder in het voorjaar mee komt. In het voorstel van dat parkeren. En dat we dan met z'n allen daar nog eens een keer inhoudelijk over praten. Op deze manier blijf je anders bezig. En ja, het hele raar aan het voorstel is natuurlijk ook nog een keer dat je de vastgoed... Ik bedoel, we zijn dan met z'n allen voor de ondernemers. Maar op deze manier doe je de eigenaren van vastgoed waar het pand al leeg staat. Nou, dat doet al zeer. Die ga je nog een keer extra zeer doen. Omdat zij voor het pand waar ze al niks voor krijgen ook nog eens een keer een hogere belasting moeten gaan betalen. Nou ja, dat alles maakt wel dat we zoiets hadden. De leegstand van panden gaat natuurlijk meestal om grote bedrijven die heel veel vastgoed hebben. En die ook halstarrig in hoge huren volharden. Dezelfde grote vastgoedeigenaren. Overigens is het ook een aanname. Want er zijn natuurlijk ook wat mensen met beperktere portefeuille. Maar diezelfde vastgoedeigenaren zijn natuurlijk niet gek. Die berekenen gewoon die extra verliezen door aan de gebruikers. Dat betekent dat je de kleine ondernemers indirect pakt. Dus, tenzij die goed met de huuronderhandeling. De werkstellen hadden minder huur hoeven te betalen. En dan is dat weer de andere kant. Ja. Nou ja, waarvan even blijkt. In het voorjaar komen we erop terug. We zijn toe aan het laatste stukje van het programma. Dat wil zeggen dat we gaan afsluiten. Dank jullie wel dat jullie hier wilden gaan zijn. John, dank je wel voor de techniek. De mensen van de televisie, dankjewel voor de opnames. Binnenkort waarschijnlijk te zien op RTV De Kerk. Volg de website, dan kunnen jullie het allemaal nog eens rustig nakijken. Wendy, dankjewel voor de redactie van het programma. Wat mij betreft, wat ons denk ik allemaal betreft, fantastische goede kerstdagen. Een enorm goed begin van het nieuwe jaar. En we horen jullie allemaal terug op 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente vanuit het gemeentehuis. Nogmaals dank en graag tot de volgende keer. Dag.